Dat heb jij al 10 jaar of zo. Je hebt het nog nooit gebruikt, Bart. Oh nee, dit is mijn shirt. Jawel. My brand. Zodat we alvast met de babykamer kunnen beginnen. Hallo, goedemorgen deze morgen. Het is dinsdag vandaag en we zijn heel erg laat. We zijn eventjes heel erg aan het opschieten. Trouwens, het is vandaag dinsdag in de avond. Zo donker is het. Inderdaad. Zo voelen we ons ook. Zo voelen we ons ook. Nou, het plan was dus om even te gaan editen. Dat ik weer wat had ingehaald. Omdat ik gisteravond ook weer heel laat heb zitten editen. Dacht ik, als ik dat wel nu ook nog doe, dan ben ik weer helemaal bij. Maar helaas, ik zit weer filmpjes te kijken. En ik heb na mijn ontbijt, ook echt direct na mijn ontbijt, chocoladeletten van Bart opgegeten. Huh? Dat gaat hij nog wel merken. Alle spullen die worden vandaag opgehaald door Noppes. En dat zijn ongeveer 25 tot 30 dozen en nog iets van 6 zakken. Helemaal vol met allemaal spullen die ik niet meer wil hebben en waar ik andere mensen blij mee wil maken. Dus Bart die gaat me even helpen om dat allemaal naar beneden te tillen en langs de kant van de straat te zetten. En dan hoop ik echt dat het een beetje droog blijft. Echt hele dikke korrels. Wij hadden trouwens een paar mensen die hadden gevraagd, Disna, draag jij die buikband wel eens die jij had? Weer maternity. Maar ik heb hem dus nu eindelijk omgedaan. Ja, mijn buik was natuurlijk gewoon nog niet zo groot. Dus ja, ik vond het ook niet echt nodig. Maar nu biedt het toch wel echt ondersteuning. En vooral wanneer ik dus geen zwangerschapsbroek draag. Nou, dit is wel een zwangerschapsbroek, maar niet eentje met zo'n band erin. Dus dit kan je dan lekker strak aantrekken. En dat zit gewoon net even wat steviger allemaal. Dit, jongens, begint dus ook echt een soort van dagelijkse struggle te worden. Helemaal met mijn benen wijd en dan zo met heel veel gesteun en gekreun en gezucht. En dan... Gaan met die banaan. Gek hè, zo'n helemaal lege ruimte. Nou ja, goed. Dit gaat allemaal naar Noppes. Ik hoop dat Bart er straks niet al te veel weer naar gaat kijken. Nee, we gaan het echt wegdoen. Vanavond het voetbadje. Nee, het kan weg. I told you, Bart gaat moeite hebben met dingen weggooien. Oh, die heerlijke. Dat heb jij al 10 jaar of zo. Je hebt het nog nooit gebruikt, Bart. Voor 60 euro hè. 60 euro allemaal hoela, dat kan je ergens... Ja, weet je, andere mensen hebben er wel iets aan. Het is niet dat we het weggooien, toch? Nee, daarom. Ja, hier heb ik wel moeite mee hoor. Dit zijn gewoon mijn cheerleader pompons van het dansen. Everybody and clap your hands. En Bart. Cheerleader dingen. Jou, jij? Nee, die kan weg. Klaasje. Kijk nou. Nee, dat is verschrikkelijk. Nee, dat is zo'n griepelstraart. Nee, dat is een relatiekiller. Nee. Nee, zwangerschap is een relatie. Denk maar. Oké, ik bewaar hem wel. Nou willen we weer weten wat dat bont is. Oh, we hebben nee, het te lang. Dit is niet weg. Ja, dit hebben we het heel lang geleden. Oh, die had ik verkocht. En die kon ik nergens vinden. Oh, vet. Nou, dan kan je hem alsnog opsturen. Ja. Ja, die is wel leuk. Hier, dat is... Weet je zeker dat we... Pardon? Oh. Is dit wel wat weg? Nee, ja, dit kan weg. Snel dicht. Nee, dit snel, mijn... snel dicht. Oh nee, dit is mijn shirt. Jawel. My brand. Nee, dit shirt, nee. Dit vroeg Tim laatst. Die moet ik aan Tim geven. Tim? Ja. Nou, pak eruit dan, dat shirt, dat groene shirt. Dat heeft toch een verhaal bij onze vriendenkring, zeg. Omdat Bart altijd dat groene shirt aan had. Altijd. En dan probeer je hem weg te gooien. Nee, gooi hem wel weg, schat. Je moet ook afscheid nemen. Ja, Bart staat nu dus in de hagel. Onder een afdekzeil. Maar dit is toch geen plannen zo? Dat je hier dus gewoon naast gaan blijven staan. Van 1:30 tot 4:30. Echt hele dikke korrels. Nou, ik moet inmiddels Jola ophalen van school. Dus... En Bart moet ook weer aan het werk, dus helaas moet ik het zo achterlaten. Ik heb gebeld, ze nemen niet op, maar ik heb er een briefje bij gedaan. Dus ik hoop dat het goed komt. Als je het even weet, mocht je er al zin in hebben. Waarom ben
ik bij de Lidl. Nou, de vorige keer had ik boodschappen gedaan bij de Appie. Heel veel gehamsterd en korting. En toen zeiden een paar mensen, waarom ga je niet een keer naar de Lidl? Nou, daar ga ik ook wel eens heen. Dus ga ik nu dan maar even me bewijzen. Maar ik ga vooral naar de Lidl omdat Jola dat heel graag wilde. Want ze hebben een of ander Bram Broccoli mannetje. En daar wil ze heel graag voor sparen. Nou, ik ben voor... Marshall nog niet kennen. Dit doen wij heel vaak. I think I better today. Gewoon te vinden op YouTube. Weet je nog? En wat heb je gemaakt, mama? Vega balletjes met pasta. Pasta en vegaballetjes, lekker. Ja, je wilt ook eten? Yeah. Ja. Ik spaar deze. Ja, we hebben er nu 3. Stickers. Geen 3 poppetjes. Maar nee. Kijk, dit is Bram Broccoli. Ja. Dit is... Ja, want ik zei eerst appie aardbei, maar toen dacht ik, nee, dat doet de Lidl niet. Die noemt geen appie aardbei. Nee, geen goed idee. Concurrentie. Ik heb helemaal rode wangetjes. En Bart zit me de hele tijd uit te lachen. Bolle rode wangetjes. Bolle rode wangetjes. Appelwangetjes. Koffie is wel vochtafdrijvend. Nou, wij hebben zojuist met elkaar afgesproken. We hebben een date vanavond in bed. We gaan Jola in bed doen nu. En dan gaan we meteen zelf ook slapen. Nee, in bed liggen met onze laptop. Ja. Lekker, even chill. Vanaf morgen slaapt Jola in onze kamer. Zodat we alvast met de babykamer kunnen beginnen. Ja, ik ben zo blij. Oké, maar goed, dat zullen we morgen allemaal wel weer zien. Tot dan, dankjewel voor het kijken van vandaag. En niet vergeten te abonneren, want dat is ook heel belangrijk. Ja, doei! Rock that joint.